ben momenteel bij de dierpatiëntenvereniging in Nederland en zie daar een mevrouw zitten. Ik ga iets aan haar vragen. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u iets vragen? Ja, tuurlijk. Waar loopt u warm voor? Oh, dat is toevallig dat je dat vraagt. Ik ben nu heel erg druk bezig met het organiseren van een vakantiebeurs voor alle nierpatiënten in Nederland. En dat is een project wat ik ontzettend leuk vind om te doen. En daar loop ik echt heel erg warm voor. Er is ook veel werk aan te doen, dus warm moet je er zijn. Ja, dat is al best. Wat houdt dat in? Ja, vakantiebeurs? Vakantiebeurs, ja, het is eigenlijk een voortborduring op een concept wat al bestond bij de NVN. En de vakantiebeurs hebben we nu zo genoemd, omdat we eigenlijk een beursvloer hebben waar allemaal marktkraampjes op komen te staan. Waar mensen allemaal informatie kunnen halen bij verschillende aanbieders van vakanties. En tevens daarbij hebben we een soort workshops of parallel sessies, zoals hoe je het ook wil noemen, in aparte zaaltjes waar je echt wat dieper op je eigen vragen in kunt gaan bij mensen die daar een thema bespreken. Dus dat is heel divers. En vooral de beursvloer, de marktkraampjes, dat is een hele leuke, gezellige bijeenkomst van mensen. Mensen die informatie vragen. De sfeer is ontzettend leuk. Helemaal ingericht op vakantie. En daar zijn we heel erg druk mee. Om allemaal daar echt een hele leuke dag te maken. Dat mensen met een vakantiegevoel en vast een beetje voorpret naar huis gaan. Dus de mensen kunnen daar nog iets beleven ook? Mensen kunnen daar ook iets beleven, zeker. Er is muziek, dus live muziek. Het is een hele leuke band die allemaal vakantiesfeer brengt. En leuke liedjes. En muziek te spelen. Er zijn wat verschillende lekkere snuffelkraampjes waar je kan kijken of er iets leuks voor je bij is. Er is echt gericht wat informatie. Er zullen soms ook wat dingetjes te proeven zijn. Er zijn mensen die in hun parallelsessies ontzettend leuke onderwerpen brengen. Voor jong en oud vooral, moet ik dat erbij zeggen. Dus iedereen komt eigenlijk aan zo'n trek. Ja. Leuk. En waar wordt dat gehouden dan? Ja, dat is een goede vraag, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Het wordt in Amersfoort gehouden. In Amersfoort heb je een hele mooie locatie. Dat is het Leerhotel Het Klooster. En dat is eigenlijk een klooster geweest, wat ze nu inzetten als leerhotel. De leerlingen daar verzorgen eigenlijk allerlei dingen in het leerhotel. En doordat het een klooster was, hebben we een hele grote kerkzaal die heel mooi is qua sfeer. Die wordt voor evenementenzaal gebruikt en daar speelt het zich af, die vakantiebeurs. En let op, het is ook belangrijk, de datum 25 januari 2014 op zaterdag. Ik denk vanaf 9:30 kan je komen en je kan tot 4:00 kan je daarvan maken. Interessant. En is het voor alle mensen met een dierprobleem of een bepaalde categorie? Nee, het is voor iedereen worden uitgenodigd om te komen. En diegenen die allemaal lid zijn van de NVN, daar is het gratis voor. En anderen die kunnen zich aanmelden al in een lidmaatschap. En dan ook het hele jaar door van alle evenementen van de NVN meedoen, begeleiden. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. Fantastisch. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar warm voor loopt. Ja, zeker. Ja, ja. En er is misschien nog een hoop werk te doen voor januari. Nou, al die palmbomen moet ik gaan tellen en moet ik op gaan plaatsen en leuk aankleden. En ja, dat wordt echt een hele leuke bijeenkomst. Ja, ik zou zeggen, hou even social media in de gaten als je dat kan. Facebook, Twitter gaan berichtjes over verschijnen. Er zijn uitnodigingen beschikbaar. Je kan op de NVN-site kijken onder het kopje agenda. Daar zie je gelijk iets meer uitleg over de vakantiebeurs. Ook de parallelsessies of de workshops die je zou willen volgen. Er zijn hele leuke, interessante dingen bij. En vooral van mensen die eigen ervaringen hebben. En dat is belangrijk. Hè? Ja. Dus als je zelf ervaren hebt hoe je op reis bent gegaan. En wat je er allemaal voor nodig had. Wat je er allemaal voor moest organiseren. Waar je tegenaan gelopen bent. Nou, van die mensen kan je veel leren. En kan je ook heel veel vragen. En dan kom je veel meer achter hoe je dat zelf zou kunnen opzetten voor jezelf. En ja, vooral ook het gaan durven om het te gaan doen. Gewoon lekker weg, lekker er even uit zijn uit je beslommeringen. En dan merken dat het toch ook allemaal wel kan lukken. Nou, heel goed. Nou, ik wens je er heel veel succes mee de komende tijd. En ik ga het zeker volgen. Bedankt voor dit interview.